Dames en heren, jongens en meisjes, welkom terug bij deze nieuwe video van F1 22 My Team Karemo. Mijn naam is Dianan Schraven en vandaag gaan we verder voor aflevering nummer 83 alweer hier in Spanje. Ronde nummer 3 van seizoen 6 gaat dus beginnen. Heb je die vorige video gemist, zal ik die eerst even terugkijken. Voordat je deze dus gaat zien, dat kan rechtboven het i'tje. Klik erop en zet die aflevering verschijnen. Maar het allerbelangrijkste is gewoon, ben je nog niet geabonneerd op mijn gamekanaal? Gewoon even doen. Abonneer vooral voor meer wekelijkse F1 22 My Team Karemo content. Elke zaterdag en zondag om 1 uur een video. En schakel ook gelijk dat belletje aan, zodat je geen enkele race meer van me mist. En volg me even op de sociale media, mijn gebruikersnaam en inschrijving. Goed, we moeten nu even de kalender gaan invullen voor allerlei dingen die we hebben behaald in de vorige wedstrijd. Komen nog geen updates aan. Komen helaas nog wat geld tekort. In de vorige race in China werden wij eerste. Button pakte een podium. Deed hij goed. En staat vierde in het coureursklassement. Poelen de tijd gewoon eventjes door. Aantal updates zijn binnengekomen. Goed om te zien. Dan even een korte seizoenbreak. Er is even helemaal geen race. Dus we kunnen nog de kalender even zien op te vullen. Dat had u echt niet verwacht. Kijken of we inmiddels wat geld hebben om wat aan de faciliteiten te kunnen doen. Jazeker. Alles van de powertrain is dus nu compleet. Nu alleen nog van de aerodynamica en dan hebben we alles gemaxed. Dan kunnen we helaas niks meer upgraden. Oh no. We need your input on how to address an issue concerning our driver. Dit is een belangrijk moment. En doen we niet accepteren, want ik wil niet dat de ervaren Button minder ervaren wordt. Goed verhaal. Dan krijgen wij weer inkomsten binnen. Zijn er een aantal updates? Jazeker. En de Pirelli Hot Lap doen wij niet, slaan wij gewoon over. En dan is het tijd voor de kwalificatie voor aflevering nummer 83 van F1 22 My Team Karemo. Daar gaan we dan. Dan zijn we aanbeland bij kwalificatiedeel nummer 1. En kijken of wij door kunnen komen naar Q2. Ik verwacht van wel. Ik verwacht ook dat Jenson Button mooi doorkomt. Tijdens de wedstrijd is er regen voorspeld. Dat is interessant hoe we dat dan gaan aanpakken. Maar eerst Q1 zien te overleven, door naar Q2 is het doel. Eerste bocht nemen wij heel erg goed, jazeker. En laat een paarse in sector 1 noteren. Goed gedaan. Dan zijn we inmiddels aanbeland bij het einde van mijn hopelijk eerste en laatste run in Q1. En dan wordt de tijd een 1:16.796. Jazeker. Dan zijn we aanbeland bij Q2. Het wordt al wat bewolkter op het circuit. Maar goed, het is geen probleem. Zolang er maar geen regen komt tijdens het laatste kwalificatiedeel, vind ik het allemaal best. Hopen en kijken wat Jenson Button kan. De topsnelheid is hier 324 km per uur. Ziet er daar iets te veel door en komen daar per ongeluk niet zo lekker uit. Een beetje te wijd. Yuki Tsunoda laat de snelste tijd noteren. En dan zijn we aanbeland bij het einde van mijn hopelijk eerste en laatste run in Q2. En dan wordt de tijd een 1:16.998. En dan zijn we aanbeland bij Q3 en het is flink bewolkter geworden. Dat belooft niet veel goeds voor de race. Wij lieten daar even Jenson Button langs. En we gaan kijken of wij ook naar de pole position kunnen toerijden in Q3.
hebben geen last van andere auto's voor en achter ons. Dat is goed om te zien. We hebben ook geen slipstream van Jensen Button. En Jury Vips laat even de snelste tijd noteren. Liam Lawson voorlopig naar pole position. En wij met groen in sector 1 en 2 komen wij tot een 1.16.8.3.3. Jazeker. Gaan wij nog een keer voor gaan zitten. Waarom? Je weet het eigenlijk normaal niet. In de vorige wedstrijd hadden wij die fout gemaakt. Toen pakte Button de pole van ons af. Die fout willen wij nu niet nogmaals. En diezelfde Button rijdt op een P3. Iedereen is nu bezig met zijn outlap. Wij zijn bezig met een snelle run. Maar goed, niemand rijdt voor ons, dus hebben ook geen last. Gaan naar ietsjes te wijd in de eerste bocht. Heeft ons wat tijd gekost. 2/10 boven onze eigen tijd. Met daar rood in sector 1, paars in sector 2. Hadden daar een klein foutje. En verliezen hier wat tijd. En dan is dat de pole position. Een tijdsverbetering. Goed gedaan. Uitslag van de kwalificatie. Wij dus op pole position. Liam Lawson op P2. Jensen Button op P3. Goed gedaan. Ocon 4. Tsunoda 5. Russell 6. Leclerc 7. Gasly 8. Norris 9. En Yuri Vips op P10. Dat is dus de kwalificatie. Zo staat de startgrid eruit voor de race. En is het op naar de wedstrijd voor aflevering nummer 83 van F1 22. My Team Career Mode. Daar gaan we dan. The Spanish Grand Prix has been a permanent fixture of the Formula One calendar for over 30 years now, and for good reason. Do you remember Michael Schumacher's absolute dominance here in that rain-soaked Grand Prix in 1996? That day, he took his first ever victory for Ferrari, and we've had many more iconic moments since. It's a sellout crowd of 140,000 here today as we await lights out for the 730-meter sprint into Turn 1. This is a 2.9-mile racetrack. Overtaking is challenging through these 16 corners, but there's still a lot of high-speed excitement to be found, including the flat-out Turn 3 and the terrifying blind right of Turn 9. It's time to take a look at our starting grid for today's race. The Professor lines up on pole position, and Liam Lawson completes the front row. As we continue through the rest of the grid today, we have Button, Ocon, Yuki Tsunoda, and Russell. Leclerc, Gasly, Norris, and Yuri Vips. Drugovich, Fernando Alonso, Daniel Tictum, and Latifi. Oscar Piastri, Teo Pourchaire, Mick Schumacher, and Robert Schwartzman. Magnussen, Richard Vachon, Joe, Lance Stroll brings the grid to a close. Now, it's almost time for lights out, so let's go down to the track. Okay, now that we've got some good points on the board, let's continue this form and aim for another top 10 finish. Het doel is dus opnieuw een top 10 finish te behalen in de wedstrijd. Er komt regen aan, dus dat kan de boel op stelten zetten. Gaan we beginnen voor de formatieronden. Liam Lawson als enigste in de top 10 op de medium band volgens mij. Dat kan hem een voordeel opgeven tijdens die regen. Nou, heel veel informatie wat we eigenlijk al lang weten van de ingenieur. Komen aan bij het einde van de formatieronde. Button op P3. Kijken wat hij kan doen. Ik ben ook heel benieuwd hoe goed Liam Lawson weg kan komen tijdens de start. Omdat hij een hardere band heeft. En wij hebben allemaal de zachtste band. De band die voor betere tractie kan zorgen tijdens de start van de wedstrijd. Komen heel goed in de gridslot en is het wachten totdat de laatste auto bij zijn positie is aanbeland. En dan gaan we gewoon beginnen voor aflevering nummer 83 van F1 22. My Team Career met onszelf op pole position. Liam Lawson op de mediumband op P2. Jensen Button op P3. Ocon 4 en Tsunoda op P5.
En de lampen gaan aan voor de grote prijs van Spanje. Aflevering nummer 83 is onderweg en we komen prima weg, jazeker. Liam Lawson is heel slecht weg. Jensen Button al gelijk naar P2. De softband heeft zijn werk gedaan. Lawson staat te ploeteren en te malen. Op P3 dus. Weiders aan de leiding. Button op P2. Gat is 18e. Uitstekende start. Goed gedaan. En nu moeten we wegrijden van de Brit. Met paars in sector 1. Ronde nummer 8. Als we daar een track limits waarschuwing krijgen. En het is al wat bewolkter geworden. Gat naar Button is 2,7 seconden. Bereiken de pitwindow en gaan dus naar de mediumband. We zitten in ronde nummer 9 van de race. En wij hebben de snelste raceronde op onze naam met een 1:20.117. Lawson kan niet bijhouden, kan niet bijbenen bij ons. Gat is 5,8. Een prima race tot nu toe. Met Button op de tweede plek hebben wij weer een dubbel podium in handen. Nu maar hopen dat het goed gaat met de strategieën. Overtakenknop hier aangooien om de ERS wat op te branden. Gaat naar Button is 1,8. Is hij aan het verkleinen. De zon is er nog wel, maar de bewolking neemt toe. Dus ik ga ervan uit dat we binnenkort naar de regenbanden moeten. Ronde nummer 11 is het als ik naar binnen duik voor mijn voorlopige laatste pitten van de dag. Ga naar de mediumband. Button rijdt een ronde langer door. En geel in sector 2 omdat daar een Mercedes stilvalt. Dat is volgens mij Dan Ticktum. Die uit is gevallen. En ja, dat is jammer voor hem. 2.3. Pitstop kon wat sneller. Het is trouwens George Russell die is uitgevallen. Niet Dan Ticktum, want hij rijdt nog. Hij rijdt trouwens voor ons. En moeten nu de Brit zo snel mogelijk zien te passeren. Omdat Button nu keihard aan het stampen is. Zijn we aanbeland bij Dan Ticktum en hier gaat hij ons ophouden. Verliezen wij wat tijd, heel veel tijd zelfs. En Ticktum duikt naar binnen en Button is nu in pitlane. En rijdt nu de pitstraat uit. Met DRS overtake gaan we proberen slipstream te pakken van Button, maar de overcut heeft gewerkt. Niet wat ik wil. Nu zitten we klem achter Button. En ja, donkere wolken schijnen al op het circuit van Catalonia. De regen komt eraan. De vraag is alleen, hoe snel valt die regen? Dat weet niemand. Volgen Jensen Button voor P3 voorlopig een derde plek in handen. Regen komt er binnenkort aan. Kijk aan de buitenkant van Button, maar dat lukt net niet. Hier dan meer snelheid meenemen. Jazeker. En dat is P2. Lawson moet nog een keer naar binnen. En die gaat wachten totdat er regen komt. Want met die mini-band kan je wel ronden of, 7 door. Button zit weer terug aan te vallen bij ons. Wij gaan al wat slingeren om de toe te breken. Button naar de buitenkant. En is er voorbij. Ronde nummer 15 is het als we weer aan de buitenkant kijken van Jensen Button. Er worden daar gewoon het gras opgeduwd door de wereldkampioen. Tikken elkaar daar wat ruw aan. Knijpen hem daar af. Lukt niet. Dan hier terugkruisen. Lukt ook niet. We moeten de voorvleugel zien te sparen. En een gat naar Button is nu 14e. En dit is eigenlijk niet de bedoeling. Want ja, we willen graag dat we het gat naar Lawson kunnen dichtrijden. Maar dat lukt zo niet. We vallen Button hier aan de binnenkant aan. Hij laat de minste ruimte gaan naar veel te wijd. En moeten hier de escape route nemen.
En dat betekent dat Button weer op P2 is. Daardoor is de achterstand met Lawson opgelopen tot 17,2 seconden. Dat was eerst 15 seconden. Hebben 2 seconden deze ronde verloren. Alleen maar met het gevecht met Jensen Button. Lawson naar binnen. En wij hier aan de buitenkant. Button gaat daar gewoon op de rem staan. Blokkeert ons een klein beetje. Nou, denk ik wel dat wij voor Lawson weer de baan opkomen. In ronde nummer 18 van de race. Maar het was onnodig om met Button te gaan vechten. Niet slim van ons beiden. En wij doen hier een dummy en zijn er via de buitenkant erlangs. Jazeker, Button kan ook niet terug aanvallen in ronde nummer 18 van de race. En laat een groen in sector 1 noteren. Zijn al wat sneller dan onze vorige beste tijd. Goed gedaan. Ronde nummer 20. Als de regen in één keer naar binnen is gevallen. En wij moeten naar binnen voor de intermediates. Wij komen nog wel voor Lawson terecht. Maar Button die kan nu niet ook naar binnen. Want ja, dan verliest hij heel veel tijd. Hij rijdt maar 3 seconden achter ons. En Button moet dus een ronde langer door. Op een zeiknatte baan. Op een droge weerband. Dus ik denk dat Button hier heel veel gaat verliezen. Wij komen mooi voor Lawson weer de baan op. Hebben ruim 27 seconden voorsprong. En Button rijdt dus een ronde langer door. Gaat hier enorm veel pijn van krijgen als hij zometeen bij zijn pitstop is. T.5, een prima pitstop. En komen gewoon terug aan de leiding. Gat naar Button is 16.5. Maar wordt zometeen alsmaar kleiner. Hier begint het al, 16.2. Met een paar meters gereden. 15.7. 14.8. Einde ronde nummer 21 had Jensen Button naar binnen is gedoken, maar gaat hier heel veel pijn van krijgen. Jammer, maar het is wat het is. Hier kunnen we eigenlijk als team niks aan doen. Ja, misschien eerder naar binnen duiken. Alleen toen was het nog niet nat genoeg voor de intermediates. En ja, het was eenmaal nat en ja, toen dook ik naar binnen voor de inters. Button kon niet naar binnen en gaat hier heel veel plekken verliezen. Zonde, zonde, zonde. Maar goed, het is wat het is. 1.5 is het gat naar Lawson. 1.6 en dan zitten we in de laatste ronde van de race. Liam Lawson komt 2 seconden tekort voor zijn allereerste overwinning. Wij gaan hier de race winnen in Spanje. Goed gedaan. Pakken ook de derde race van het kampioenschap met een overwinning. Met het snelste race-onderpunt. Button komt uiteindelijk op P9 terecht. Teleurstellend. Het is wat het is. Op naar de volgende wedstrijd. Population B. Oh, superb driving. That is a race win, my friend. Well done. They've done it then. A spectacular victory here in Spain and a massive confidence boost going into the next race. So, Natalie, what do you think helped them deliver this result? Well, they certainly stood out as a driver with tons of confidence on the track. I think their ability to keep their cool, even during some of the more hectic parts of the race, meant they were able to capitalize on the mistakes of other drivers, giving them the opportunity to make their way to the top spot with ease. Here comes your top three, making their way down to the podium for what can only be described as a fantastic day for Formula One.
Nou, hier ben dan dus de uitslag van de wedstrijd. Wij winnen dus de grote prijs van Spanje met het snelste race op de punt. Goed gedaan. Liam Lawson op P2. Yuki Tsunoda op het podium. Leclerc 4, Drukovic 5. Norris 6, Ocon 7, Gasly 8 en Jensen Button helaas naar P9. 1 uitvaller, George Russell. Volgens mij, denk ik. Ja, George Russell uitgevallen. Ja, maar zonde van Jensen Button. Echt zonde, zat er veel meer in. Er had veel meer in gezeten als hij gewoon naar binnen was gedoken. En dan was hij misschien voor ons geëindigd. Maar goed, dit is wat het is. 18 tegenover 12. Doen we extreem goed. Het team acclaim is ook gewoon goed. Button is level 15, wij zijn level 22. Het team is level 28. Alle sponsoren de doelen behaald. $2,1 miljoen erbij. En niemand heeft schade gereden. 100.000 erbij. In totaal op de bank $7,1 miljoen. Goed gedaan. Kunnen we wat faciliteiten gaan kopen. Maar goed, ik ga deze video afronden mensen. Ik hoop dat je genoten van deze grote prijs. Heb je genoten? Beloont dan zeker met een like. Heb je niet genoten? Dislike de aflevering dan. En vertel me hoe je leuk vond tijdens nu op mijn gamekanaal. Abonneer dan voor meer wekelijkse F1-22 My Team Kirimi content. Elke zaterdag en zondag om 1 uur in de video. Dus schakel ook naar het belletje aan. Zodat je geen enkele race meer van me mist. En volg me even op de sociale media. @GiannanSchraven op Instagram, Twitter en Facebook. Mijn gebruikersnaam staat in de beschrijving. Dit was Gianan mensen. Tot de volgende keer bij een nieuwe video op mijn kanaal. Gaan we verder met meer Formule 1 content. Tot de volgende keer.